Ik denk zeker een vastname gelijkspel in Parijs. Dat de groep wel veel vertrouwen heeft gekregen. Ja, misschien toch wel een beetje een boost naar dat gelijkspel. Dus ik denk ook dat we morgen zeker een vaste voor de winst willen gaan. En dat we toch vertrouwen hebben om te proberen iets te doen. Dus in dat opzicht denk ik dat het een echte Champions League kraken kan worden, omdat je twee ploegen hebt die allebei moeten winnen. Wij moeten winnen om nog iets te willen in Europa. En datzelfde geldt voor Benfica. Als ze nog aanspraak willen maken op overwinteren in de Champions League, dan zullen hun ook moeten winnen. Nou, en ik denk dat een heel mooi uitgangspunt is voor mij als coach, maar dat geldt ook voor de coach van de tegenstander.